Mijn lievelings-Pokémon is Pikachu. Dus, Pikachu, ik kies jou! Pikachu! Yeah! Pokémon, ik vang ze allemaal! Pokémon! Zo, zijn we dan, dames en heren, bij de eerste Pokémon-video. Nou, zo kan je ook een doos openmaken. Oh my god! Dit, dames en heren, wordt zo knijtersvet. Ik ben mijn hele leven lang al fan van Pokémon. En het brengt heel erg jeugdherinneringen naar boven. Maar het is nog steeds wel populair. Er zijn nog steeds genoeg mensen die Pokémon-kaarten verzamelen. Nu heb ik hier, en dit is echt serieus bizar. Nu heb ik hier een megadoos gekregen met mega veel Pokémon-kaarten. En dit gaan we openmaken in deze video. Ik heb een petje gekregen. Kijk dan. Yo. Zwek. En kijk eens wie ik heb gevangen zo net onderweg. Hierheen in de hal. Wow. Je hebt gewoon een kleine Pikachu. Ik heb Pikachu gevangen. Mega grote shout-out naar spellenvariant.nl. Die heeft dit allemaal naar me opgestuurd. Dus mocht je nou zoiets hebben van ik wil graag een super vette doos met allemaal Pokémon kaarten, dan kan je dat checken op spellenvariant.nl. En dan heb ik hier ook nog een super gruwelijke Blastoise pakket. Wow. Ja, dit, dames en heren, is gruwelijk. Kijk dan! Pika! Wat is dit? Dat is een mapje waar je al je kaarten in kan doen. Oh, vet. Oh, yes! De Detective Pikachu. Oh. Die is ook vet. Oh, hier zitten mega veel pakjes in. Mega veel Pokémon pakjes. Wow! Sick! Ik heb hier weer een doos met met Detective Pikachu. Kijk dan. En dit. Wow! Wat gruwelijk. Zit hier ook nog. Oh, hier zit ook nog dingen. En kijk hier, weer een mapje waar ik mijn Pokémon kaart in kan doen. Oh, hoeveel Pikachu's gaan we vangen vandaag? Ja, we gaan vandaag heel veel Pikachu's vangen. En hier, wow! Pikachu, Pikachu, Pikachu! Wow! Pikachu! Nou, dit gaan we allemaal openmaken. En daar heb ik zo ongelooflijk veel zin in. Want Pokémon is voor mij nog steeds de shit. Ik heb zelfs hier, kunnen jullie net zien in beeld, een Pikachu kaart zitten. Een Pikachu kaart achter mijn computer. Ja, dat is mijn lievelings Pokémon. Maar er zijn nog meer vette Pokémon uiteraard. Waar gaan we beginnen? Ja, ik ben echt helemaal in shock. Ik heb nog nooit zoveel Pokémon kaarten bij elkaar gehad die je kon openmaken. En hoe bizar is het, hoe gewoon je leven ook om kan draaien. Van vroeger, van lang geleden, naar gewoon serieus niet genoeg geld hebben voor Pokémon kaarten. En dit nu opgestuurd krijgen van spellenvariant. Maar deze blijft het vetst. Oké, we gaan eens even een zieke pack opening doen. Hij moet hier blijven zitten de hele uitzending. Dat ga ik niet volhouden, want als ik een zieke kaart heb, dan is Pikachu al weg. Oké, ik denk dat we de map als eerste moeten doen en dan kunnen we de kaart meteen in de map doen. Wauw, en daarom heb ik mijn Pokémon-assistent Charizard erbij. De uitspraak van ons zullen misschien niet altijd on point zijn, maar je hebt verschillende manieren om het uit te spreken. Je hebt een beetje de Nederlandse term, een beetje de Engelse term. Maar dat maakt niet uit. Jullie snappen wat we bedoelen. Hierin gaan wij de sick Pokémon kaarten doen. Sowieso heel erg veel Pikachu. Mooie mapjes. Kunnen genoeg kaarten in. Je kan ze natuurlijk enkel erin doen. Maar je kan ook aan beide kanten. En dan kunnen er volgens mij wel 180 kaarten in. Dat is heel erg nice. We gaan beginnen met deze mooie box. De Pokémon Detective Pikachu box. Hoeveel Pikachu's denk je dat we gaan vinden? Dus ik denk in totaal 9. Zoveel? Ja, ik denk zoveel. Ja. Oh, wat een vet koffertje! Oké, daar komt hij, dames en heren. Wat hebben we hier in zitten? Kijk eens even. Wow, wat sick. Holy moly. Dat zijn buttons of zo. Wat? Check hoeveel kaartjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik ben helemaal nieuw met het uitpakken van de nieuwe Pokémon kaarten. Dus ik heb geen idee wat er allemaal in die dozen zit. Er zullen vast mensen die dat allemaal weten uit hun hoofd. Maar voor mij is alles nieuw. En dat maakt dit extra leuk voor de eerste video. Dit zijn buttons, ja. Oh, doe die op dan nu? Ja, tuurlijk. En wat is dit dan allemaal? Stickers en een klapblokje. Oh, een klapblokje. Sick. Dit zijn gewoon hele mooie stickers. Kijk dan. Pika, pika. Wow. Dit is sick. Yeah. Yeah. Oké, cool. Ik heb hier ook een munt. Volgens mij moet je deze munt gebruiken bij het spelen van het Pokémon spelletje. Ja, want je kan ook het Pokémon spelletje gewoon spelen. Oké, daar gaan we. Het allereerste pakje. Wat? Magikarp. Een glimmende Magikarp. Glimmende Magikarp.
Hoe vet is dat? Wow! Yes! Charmander! Deze is voor jou? Ja, dat ben ik. Wow! Oh, die is ook echt leuk. Het zou sick zijn als we nog Charizard vinden. Ja. De evolutie. Maar zijn dit alleen maar glimmende of zo? Moet je kijken, deze is zo gaaf. Ja, het zijn allemaal glimmende. Morrelul? Of zeg ik dat wel heel Nederlands? Morrelul. We hebben hier... Oh, Arcanine! Ja, die is ook vet. Die is zo gruwelijk. Gewoon ja. Allemaal glimmende. Ja, wat sick. Oeh, en we hebben online kaarten met code. Oeh. Deze ga ik allemaal bewaren. En die laat ik aan het... ergens in de video laat ik die elke keer zien. Dus als je de video helemaal afkijkt, dan kan je uiteindelijk echt zieke pakketjes krijgen voor je online shizzle. Ik laat deze nu al gewoon zien. Kijk. Alsjeblieft. Maar dit zijn gewoon 4 glimmende. Ja, echt super vet. Die moeten in het mappie. Ja, tuurlijk. Doe jij ze in het mappie, dan ga ik door naar de volgende. Nee joh, dit is gewoon hetzelfde. Ik heb alweer een Magikarp, Morlul. Oh, kijk dan, Snowball, Snubbel. Wow, cool. Die is ook heel erg gaaf, hé. En? Oh, ja! No way! Yes! No way! Oh, meteen al. Dit meen je niet. We hebben hier Snubbel en we hebben hier Jigglypuff! Jigglypuff! Oh, die is leuk! Die zingt dan altijd, toch? Ja, die zingt altijd. Dat is echt super schattig. Psyduck, de eend waar je niks aan hebt. Die is echt heel dom. En we hebben Slaking. Slaking. Hij is Slaking, you know? Kijk, die kunnen we in het mapje. Ik doe nu gewoon... Dit is nice! Oh, Bulbasaur. Oh, ik zeg altijd Bulbasaur. Bulbasaur. Ik zeg altijd Bulbasaur. Er staat een U. Ja, er staat een U, maar... Ja, nou, zo heb je dus verschillende uitspraken. En we hebben hier... Oh, Lickitung! Ah, die was vies, hè? Zo vet, die ging helemaal met die tong. Ja. En dan super slijmerig. Hier, Jigglypuff weer. En we hebben hier Ludicolo. Ja, dat is ook een hele grappige. Die heeft volgens mij heel veel humor, deze. Dit zijn wel allemaal de oude Pokémon. Ja, dit zijn wel een beetje de oude, ja. Wat hebben we hier? Oh, no way! We hebben Charmander! Nog een keer. Ja, nog een keer. En we hebben hier Bulbasaur weer. En we hebben Lickitung weer. En we hebben... Oeh, Greninja. Wow, die ziet er wel heel erg sick uit, hè? Greninja. Wow, inderdaad. Die ken ik niet. Die is echt cool. We krijgen met deze packopening wel veel dezelfde, merk ik. Ja, maar misschien ook omdat het allemaal sowieso glimmende zijn. Ja, kijk hier. Alweer. We hebben hier Morlul. We hebben hier Snubbel. Magikarp. Arcanine. Ja, die hebben we alle 4 al. Ja, dan wordt het gewoon tijd om een keer naar zo'n meeting te gaan waar ik kan ruilen met mensen. Dat heb je ook nog natuurlijk. Myron is al helemaal te druk bezig met die kaart allemaal erin doen. Oké, okay, nou hier hebben we wat een verrassing. Weer Morlul, Snubbel, Psyduck. Oh, Machamp! Wow! Ja, die vind ik vet. Ja, Machamp vind ik echt een hele coole Pokémon. Deze is gruwelijk. Dan is het nu tijd voor wat codes gratis voor jullie. En die komen nu in beeld. Deze 6 codes, ik zou zeggen, voer ze in online. Kan je Pokémon kaart openen, alsjeblieft. Dan hebben we nog deze 2 pakketjes over. En welke gaan we als eerste openmaken? De Guardians. De Guardians? Oké, okay, Guardians Rising, daar gaat hij. Er is ook een methode om deze Pokémon kaarten open te maken, zodat je de glimmende pas als laatste hebt. Volgens mij... Dat zijn bij normale pakjes, toch? Ja, dit is een normaal pakje. Oh. Dus volgens mij heb je 1, 2, 3 en dan moet je ze omdraaien en dan zo. Oké. Kijk, hier een Metang, Hakamo, Whimsicott, Machop, die kennen we, Machop. Dan hebben we Chansey. Oh, volgens mij hebben we echt een ziek glimmende. Ja? Ja, volgens mij echt... Gezien? Ja, nee, ja, kijk, je ziet hier toch een beetje... Oh. Zie je dat? Ja. Ja, sick. We hebben Snorunt. Panchamp. Panchamp? Bellsprout. Die is echt geniaal. En dan hebben we hier... Altar of the Moon. Huh? Huh? Trainer. Een trainerkaart. Ja. Die kunnen wel veel waard zijn trouwens, een trainerkaart. Maar dan moet dit ook glimmend zijn volgens mij. Ja, de binnenkant. Oh, wow! Wow! Dit was die glinstering. Ja. Lysanrock. Wat? En dan, kijk, dan heb je de energy card onderop en dan heb je de glimmende heb je hier. Dus dat is wel een goede manier van openmaken. En mochten jullie nou zoiets hebben van, oh mijn god Enzo, dit was echt een te zieke kaart. Die is zelfs heel veel geld waard. Ik heb namelijk geen idee. Laat het weten in de reacties. Sowieso is het dat hoe meer ik ga openen en hoe meer ik me verdiep in dit Pokémon gebeuren, ik natuurlijk meer leer. Dus uiteindelijk kan ik er misschien ook wel wat meer over vertellen. Maar sowieso leuk als jullie reacties achterlaten over eventuele tips. Want ik wil heel graag meer hierover leren over de nieuwe generatie Pokémon. Omdat ik het gewoon echt super leuk vind. Oké, okay, dan gaan we weer met de opening. Diggersby, Mawile,
een countercatcher. Corpish. Zijn we allemaal zo leuk. Deze is wel schattig. Ja. Weedle! Weedle! Cubone, die vond ik altijd ja, vet. Klopt. Maar die was ook best wel wel goed eigenlijk. Ja, zeker. Nice! Bunnelby. De Prime Ape en een Energy Card. Hier zit niet echt een... één glimmende wel. Ja, maar die andere was sick, hè? Die was veel beter. Maar ja, deze doen we wel in het mappie. Kijk, doe die maar in het mappie. Dan heb ik hier voor jullie weer twee mooie online kaartjes. Wat gaan we nu eens openmaken? Oh, dit gaat nog zo lang duren. Het gaat echt heel lang duren. Ik denk deze. Deze van Bulbasaur? Ja, die lijkt me vet. Of Bulbasaur? Blastoise. Blastoise. Het Blastoise pakket, dames en heren. Past haast niet op beeld. Nee, dat is wel groot. Kijk, we hebben hier Blastoise. Maar echt hele zieke Blastoise. We hebben War Turtle en we hebben de Squirtle. Dus gewoon de evolutie. We hebben hier ook de Mega Blastoise kaart. Die vind ik ook echt gruwelijk hoor. Kijk hoe mooi die glinstert ja, ook, hè? Ja, is echt mooi. En we hebben hier echt een supercoole button. Yeah, die gaan we weer opspelden. Wordt dit gewoon mijn vaste Pokémon shirt? Met op een gegeven moment echt gewoon 30 van die buttons erop. Yep, waar wil je hem hebben? Ja, doe maar ergens. We hebben hier echt veel pakketjes. We hebben er in totaal 6. Daar gaan we. Rhydon. Rhydon. En we hebben Green's Exploration. Dat is een trainerkaart. Tyroke. Geodude. Die vond ik echt altijd geniaal, Geodude. Zo, deze is wel lit hoor. Deze is wel lit hoor, mensen. Froakie. Die ken ik helemaal nee, niet. Nee, ik ook niet. Hij lijkt wel oud, maar... Crabrawler. Die heb ik ook glimmend. Oké, daar komt hij, dames en heren. Oddish. Nee. Die is vet hoor. Ja, maar je dacht dat er een glimmende... Daar is de glimmende. Dit is Hypno. Hypno is wel echt heel erg cool. Wow. Deze is cool. Minnen. 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 Ja. Die is echt cool. Misschien kan je daar wel mee winnen. Copycat. Wow, deze wil echt lachen. Die ken ik wel. Ja? Ja, die ken ik wel. Oh, deze is ook schattig. Die is echt schattig. Klein kuikentje. Slakot. Dit is de evaluatie hierna. Is volgens mij Slaking. Die we net hebben gevonden. Oh, ja. Denk ik hoor. Shuppet. We hebben Treecko. Oké, daar komt hij. Die is wel sick hoor. Die ken ik niet. Deoxys. Hey. Zo, dit is wel een vette energy card trouwens. Deze is ook special en very strong. We hebben nog 2 pakjes van het Blastoise pakket die we nu gaan openmaken. We gaan deze maar als laatste doen. Ik ga deze openmaken nu. We hebben de goat. We hebben de goat. Moo Moo Milk. Lekker hoor. Fairy Charm. Hey, dit is Morlul. Maar dan niet glimmend. Oh ja, die hebben we hier al glimmend. Hey, Chansey. Die vond ik altijd zo vet. Die vond ik echt heel erg cool. Treecko. Pikkepek. Pikkepek? Ik heb Pikkepek. Zo, we hebben Mantine. Mantine. En Slowking. Ja, het is dus zeg maar zo, je hebt een glimmende. En als je deze glimmende hebt gehad, dan kan er achter een hele zeldzame zitten. Maar dat is in dit geval gewoon een Slowking. Maar deze is wel sick hoor. Deze Mantine. Oh, Hunter. Die is wel echt heel erg cool, Hunter. Growlithe, die is zo vet. Nieuwe versie ziet er ook super cool uit. Gastly. Togepi, die is zo schattig. Togepi. Kijk. Togepi? Togepi. Ik zeg al Togepi. Volgens mij zeg ik Togepi. Weeping Bell. Oh, die is glimmend. Heel leuk. En als hier eentje achter zit die glimmend is. Yeah, buddy. Holy shit. Dit is sick. Wow, deze ziet er zo vet uit. Die is echt vet. Gruwelijk. Die shine toch mooi? Hoe heet die nou dan? Hoe heet die? Dit is een tag team, een Ultra Beast. Ik heb hier weer een paar kaartjes voor jullie liggen, dus snel invullen. Detective Pikachu, heb je die film gezien? Ja. Was dat toevallig met mij? Met jou. Dat was met mij. In de bios. Zo'n vet film. Ja, die was echt leuk. Echt gruwelijk. Aan het begin vonden we hem een beetje raar, omdat je er niet echt in zat, maar aan het einde was hij echt... Ja, super gruwelijk. En deze hebben we ook gezien, hè? Ja, zeker. Mewtwo. Echt zo ongelooflijk vet. Maar Pikachu was het vetst. Ja, sowieso. Zeker weten. Die steelt gewoon altijd de show, Pikachu. Precies. Die steelt altijd de show. Net als jij. Dankjewel. Dat is lief. Nou, nu met die mooie jurk van je, Charizard. Dat we hem ook gewoon vonden, hè? Wat sick. Ja, gewoon meteen. Eerst het pakje bijna. Echt heel vet. Die glim ook zo mooi, hè? Zo sick.
We hebben hier weer een aantal pakketjes. We hebben 2 Sun and Moon en we hebben weer een paar van die detective pakketjes. En ik denk dat deze pakketjes, dat deze weer allemaal glimmend bevatten. Denk ik ook. Dus dat is wel heel erg nice. Hey, daar gaan we weer. Die hadden we al. Magikarp, Morlul, Snubbul en Ditto. Die hadden we nog niet. Die hadden we nog niet. Ditto. Ditto. Wat zegt hij ook weer? Ditto, ditto. Ja. Ditto, ditto, ditto. Maar weet je wat Ditto doet? Nee. Ditto kan zich transformeren naar elke Pokémon. Oh ja, dat is was Ditto. Zo, ja. Geniaal. Ditto, ditto. Ditto. Magikarp, Morlul, Snubbul. Ditto, ja! Ditto. Yes. Yes, dat is de eerste. Detective Pikachu, ja, die willen we natuurlijk hebben. Dat is nummer 1. Yes, deze is sick. Deze had ik ook nog niet. Magikarp, Charmander. Yay. Die is wel leuk om dubbel te hebben. Ja. En Morlul, Detective Pikachu. Yay. Ik zei nog, zouden er meer Detective Pikachu's in kunnen zitten? En ja dus. Yup. Solrock. Wow, deze ziet er vet uit. Kijk dan, een beetje knolpower. Wow, inderdaad. Horsey! Huh? Hier hebben we alweer een variant van Morlul. Hier is de glimmende variant. Ja, kijk, dan kan je een beetje de evaluatie zien. Oh, cool. Zo, Persian! Oh, nice! Persian! Hé, hey, we hebben Ik dacht dat ik hem kende, maar ik ken hem niet. Wow! Wow, die deze is vet. Deze is cool. Ja. Stel voor je hebt deze glimmend. Dat zou heel vet zijn. Ja, dat is heel vet. Oké, okay, we hebben Trumbeak Hypno. Die hebben we ook al glimmend. Een piranha is dit. Snubbul. Die hebben heel veel glimmend. Oeh. Die hadden we nog niet. Oranguru. Is een orang-outan, maar dan in Pokémon. Zo, deze is ook vet hoor. Zo, stel voor wat deze glimmend. Gruwelijk. Die vuur-Pokémon zijn altijd vet als ze dan glimmend zijn. Ja, die zijn wel heel erg cool. Oké, dames en heren, ik stel voor om deze nog even open te maken. De Detective Pikachu. En dan laat het weten met een dik vette like of jullie meer willen zien. Want anders dan zijn we gewoon 3 uur bezig met het allemaal openmaken. Dat is bizar. Ja. Ik had niet verwacht dat we er zo lang mee bezig zouden zijn. Maar het is dan ook echt mega veel. Kijk. De derde Pikachu kaart. Yeah, die doen we gewoon in het mapje, ja. Hoppakee. Dit is weer een andere, hè? Het is niet glimmend. Die ziet er wel anders uit. Hier zaten wel maar 3 pakjes in. Maar deze is wel heel vet. Sun and Moon Burning Shadow. Maar we gaan eerst deze even snel openmaken. Charmander! Yay. Lickitung, Psyduck. Oh, we hebben Mewtwo! Yes! We hebben Mewtwo! Die had ik nog niet. Hadden we die nog niet? Nee. Nee, wat sick. Deze hebben we echt het meest. Morlul. Ja. We hebben Snowball, we hebben Magikarp. Dames en heren. Yay! Nog eentje. Detective Pikachu. Ik zei 9. We hebben er nu 4. We hebben er nu al 4, ja. Dat gaat hard. En we hebben dan nu dit pakketje. Sun and Moon Burning Shadows. Dit is wel heel erg vet. Ik ben benieuwd of we hier wat vets uit kunnen krijgen. Oké, daar gaan we. Hé, de escape room. Nice. Gloom. Wow, die is vet, Gloom. Wow. De Mount Lanakila. Die ziet er wel vet uit. Ja, wat trouwens ook een trainerkaart. Oh! Yeah, 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 yeah! Oh. Celezel? Is dat een salamander? Celezel. Is dat een salamander? Moet je beslissend zeggen, hè? Celezel. 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 We gaan deze ook nog openmaken. Detective Pikachu van Pokémon. Oh! De Greninja GX die jullie hier aan de voorkant zien. Ik heb een nieuw speldje erbij gekregen. Die gaat natuurlijk Mime weer opdoen. Ja. En deze 2 hele vette kaarten heb ik erbij gekregen. En ik heb hier in totaal weer wat pakketjes. Het zijn er maar liefst 7. Ik doe gewoon een gok, dat dit een Magikarp is. Weet niet zeker, maar... Ja! Magikarp, Bulbasaur, Lickitung. Oh, weer een Mewtwo. Sick! Weer een Mewtwo. Charmander. Yes! Yes, 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 yes! Pikachu! Detective Pikachu! Sick! We hebben er nu al 5, hè? Ja. Ik zei dat we er in totaal 9 zouden vinden. Komen we toch in de buurt. Oké, daar gaan we. De Pokémon Sun and Moon. Ik weet niet, maar ik heb hier gewoon weer een goed gevoel over. De timerbal, die ziet er wel cool uit. Pinsir, die vond ik ook altijd zo vet. En repelsteeltje. Lillipup, schattig. Rowlet. Jungoose. Oeh, die is wel vet hoor. De Cosmo. Wow, we hebben Crocodile. Wow, sick. Check.
Glimmend. We hebben Crocodile, we hebben glimmend. En deze ook, hè? Wow. We hebben gewoon twee glimmende, maar dat is wel geinig, want ik heb... Kijk, die Cosmuk, die heb ik dus normaal en dus glimmend, kijk. Oh, cool, in één pakje. Ja, in één pakje. Dat is wel sick. Ik zei het toch, ik heb hier goed gevoel over. Dames en heren, het laatste pakketje. Sun and Moon Crimson Invasion. Fighting Memory. Diggers by. Staryu, die vind ik zo vet. Oh, deze ziet er ook echt heel cool uit. Pimkaboo. Stuffel. Geodude. Oh, wat sick. De cactus. Wow, Shelmet. Een glimmende. Wow. Die is vet. Shelmet. Wow! Holy moly! Deze ziet er zo vet uit! Wow! Sick! Een special energy card! Wow, die is echt heel vet, hé! Lol, ik zit op internet te zoeken en er staat hier dat die $4 is. Dat is best wel duur voor een kaart. Ja, volgens mij ook wel. $4 voor die counter energy card. Maar het kan best zo zijn dat we een andere kaart open hebben gemaakt. En dat die kaart nog duurder is dan die. Ik heb geen idee. Maar daar doe ik het niet voor hoor. Om kaarten te openen om zoveel mogelijk winst te maken of whatever. Want dat zal je niet maken met Pokémon kaarten openen. Dit hebben we dus nu allemaal gekregen met deze pakketjes. Alle glimmende, hè? Alle glimmende, ja. Zo vet. En dit zijn alle niet glimmende. Het is echt veel. Ja, het zijn echt heel erg veel. Dames en heren, dat was het dan voor vandaag bij de eerste Pokémon aflevering. En ik vond het heel erg fijn dat mijn Pokémon assistent erbij was. Charmander, dankjewel daarvoor. En dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Nogmaals een grote shout-out naar spellenvariant.nl voor het opsturen van deze mega vette pakketten. En ik heb hier ook nog eentje liggen. Wow, oh, yo. Die had ik nog niet eens. Hey. Oh, ik dacht ik hier. Flash. Ja, we hebben deze nog. Super sick hoor. Dat gaan we snel openmaken. En ik zei 9 Pikachu die we gaan tegenkomen. Dat gaat sowieso goed komen. We hebben er nu 6 of niet? 5? Oh, hier zitten zo nog een Pikachu ja, in. Misschien hier, wel, nog hoor. Wel. Misschien hier nog wel. Dus dat gaat goed komen. Dit gaan we de volgende keer openmaken. Zorg dat je erbij bent. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie heel graag snel weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en later.